Hemelvaart in Hengelo is sinds 1559 niet veranderd. Tenminste, zo lijkt het. Sinds die datum leveren boeren uit de omgeving op Hemelvaartsdag broden voor de armen. Die broden die worden geleverd door seinsplichtigen. Dat zijn de boeren die hier door de eeuwen heen op de zogenaamde markengronden plaggen hebben mogen steken. En als compensatie moesten ze daarvoor één keer per jaar op Hemelvaartsdag een roggebrood leveren van minimaal 22 pond. In totaal is er 595 pond aan roggebrood. Sommige broden zijn zelfs 35 pond per stuk.